Dus die zomer komt Koller aan. Was er meteen een klik? Gigantisch risico trouwens. Ja, ja wel. Ik vond dat ook een rare transfer in eerste instantie, omdat ik heb Jan zien voetballen in Lokeren. En... Ja, dat eerste jaar. Eerlijk zijn. Ja, eerlijk zijn. Dat eerste jaar, ik dacht, maar manneke toch. Is het liever in Canada of een andere sport hebben gekozen dan voetbal? En dan moeten ze maar zien. Dan is dat toch puur op zicht? Want die kon toch wel echt voetballen? Ja, nadien kon hem echt goed voetballen. Ja, maar echt. Die heeft er ook hard aan gewerkt. Hè? Ja. Ik hoor verhalen op training dat jullie er echt wel heel hard mee bezig waren met hem. Hè? Ja. Dus die heeft wel nog fenomenale stappen gezet. Maar wie 120 miljoen, dan moet toch iemand het in gezien hebben. Dus dat is wel straf dat je dat erin ziet. Ja, die eerste training was... was die vliegtuigen afschieten. maar echt, hè, we hebben dus een voorzitter gekregen van opzij. Ik weet niet of dat nu van Frankie was. Zo kunnen dat van Frankie Verkouter was. Een voorzitter en daar moeten naar de goal trappen. En dan dus die eerste... Ja, van de 10, de eerste 6, die waren echt de kleine vliegtuigjes naar schieten. Die gingen rond. Hè. Maar dan, jij zei dan die vedette van Anderlecht, dan lacht je toch. Want daar komt hij bij, het ziet er niet uit. Nee, ook al kan hem goed shotten, maar het ziet er niet uit. Nee, dat jaar waren nog geen vedetten. Hè. We waren gewoon een ploeg. Ja, dat is toch Schifo en Zetterberg en zo? Ja, oké, maar dan lacht ik wel een beetje mee. Maar ja, zie, het is voetbal, dat kan zo snel draaien. Hè. Maar je hebt hem mee dan toch gepest van hem mee, wat heb je nu binnengehaald? Ja, maar mij gaat altijd zeggen, ik heb die nu gehaald, hè, dat is de Michel. Hè. Het is, mij zal altijd zeggen, dat is mijn speler als die goed presteert. Hè. Dus misschien de eerste 3 maanden was niet van hem, maar na 3 maanden, natuurlijk, ik heb die gehaald van Lokeren. Hè. Ja. Dus, En heb je snel het besef gehad dat er een soort van klik was tussen jullie twee? Want dan moet je toch wel rapper voelen van, oké, met die man kan ik echt wel een duo vormen. Laat ons zo zeggen. Jan die had geen taal... hij was geen natuurtalent om talen te begrijpen. Dus zelfs na 2 jaar in België heeft hem nog heel weinig of niks Nederlands gesproken. Behalve Tsjechisch had hem ook aan geen andere taal aan begonnen. Dus ik was die enige die aan Pools sprak. En Tsjechisch en Pools is een beetje zoals Duits en... En Nederlands. Ah, ja. Dus je kon elkaar een beetje elkaar verstaan. Ja, ik kon Hedwig al veel beter verstaan dan hem. Dus, waarom verbaast me dat niet? Ja, omdat haar accent... Je wacht op de goede hoogte. Accent was zachter. en ja, maar op die manier begint hij ook een beetje zo dingen uit te leggen aan hem. Omdat als de trainer dat niet kan en het is moeilijk op papier, dan probeert hij toch in Pools iets te vertalen. En op die manier begonnen we ook samen op stap te gaan, dus een concertjes volgen in Brugge, naar de cinema en zo van dingen. En dan begint het een beetje beter te ook naast klinken. Het veld echt naast wel vrienden veld, geworden. Ja. Ja. Ah, ja. Omdat maar met heel de ploeg toch. Ik hoor dat met Antonis dat er wel tijd in gestoken wordt om naast het veld dingen te doen. Ja, je moest dan zo als ploeg een paar keer per jaar gaan eten samen. Hè? Dat gebeurt nu niet, hè. Maar toen we gingen dus een Grieks restaurant doen, dat Janis Anastasio, die kent dan een Griek. En een ander restaurant, dat Schifo, die kent iemand die dan wel een restaurant heeft. En dan gaan we met Young Charlie, die pakt ons allemaal naar Mechelen, omdat die was daar wijn aan het leveren. En dus, ja, dat groepje, dat klikte wel heel goed. Maar voor mij was, na een tijd, was heel belangrijk dat Jan zich goed voelt en die zijn lengte gaat benutten. En dan pakt dan 2 verdedigers mee en ik heb meer plaats om te lopen. En andersom net hetzelfde. Hè? Dus ik pak dan 2 spelers om mij te dekken en Jan heeft meer plaats voor zijn doelpuntjes en zijn voetjes beter te benutten. Dus ik heb het wel beseft dat goed, als het buiten het veld gaat goed klikken, dan op het veld gaat het ook goed lukken. En dan moet je gewoon onderhouden. Ja, maar dat hoor ik vaker over Jan Koller, dat er wel ook iemand, een emotioneel, maar wat introvert man, en dat je die inderdaad dan een goede vriendschap wel kon helpen bij hem om het ijs te breken en om hem een goed gevoel te geven. Ja. Dan moet je wel tijd insteken. En tegenwoordig is er ook minder en minder tijd voor. Hè. Voor bij transfers, het moet er direct boenk op zijn, zeker met buitenlanders, worden soms aan hun lot overgelaten. En dat werd, hè, wat jij nu zegt, naast het veld, naar concerten gaan, iets gaan eten samen,
Dat werkt. Ja, nu is het moeilijk. Nu is het wel heel moeilijk. Maar dat werkt wel. Maar weet je wat dat is ook? Ik denk nu op dit moment, die ploegen, die scouten ook anders. Hè? En als je een topploeg pakt, die verwachten van nu dat je wel daar staat. Hè? Je gaat die game babysitting niet meer doen. Hè? Maar, ze pakken echt een topper. Hè? Er zijn toch ook sowieso veel minder spitse duo's. Ja, in vergelijking met vroeger. Ook al. Bij Inter nu. En dat werkte eigenlijk nog wel. Ja. Ik vind dat een van de mooiste voetbaldingen. Ik ook. Een spitse duo dat perfect werkt. Die voetbalmanager is ook een hele moeilijke om toe te passen. Ja, maar dat is zoiets in de hoofden van de voetballerij gekropen van twee spitsen, dat kan niet meer. 4-3-3, we spelen allemaal met één spits. Ja, of ik drie. Ik vind dat jammer. Krijgt, ja, twee vleugelaanvallers. Maar een 4-4-2 met twee spitsen die elkaar perfect begrijpen, dat is toch het mooiste wat er is. Je hebt een verkeerde job, hè. Je zou moeten een trainer worden. Oh, ik zou altijd 4-4-2 spelen. Jawel, ik ook. Ik zou direct je assistent zijn en een spitsentrainer niet eens. Omdat het is, als je twee spitsen van voren heeft, hè, één van die twee gaat altijd scoren. Zo simpel is het.